Mijn liefde voor mode. Ik denk dat het al vanaf toen ik eigenlijk heel erg klein was. Toen was het vooral Dolce & Gabbana eerst, wat ik heel erg te gek vond. En ja, daar groei je op een gegeven moment een beetje uit. En dan wordt het steeds meer, meer zwart, grijs en wit. En mijn stijlvoorbeeld is denk ik David Beckham en Kanye West ook wel. Dat zijn ook twee mannen die ik wel graag in ballen zou willen zien lopen. Mijn eigen stijl is denk ik typisch ballen, gewoon zwart, wit en een beetje de combinatie van sportief en netjes. Onmisbaar item dit jaar is een leren jas. Leren jas is altijd goed en bij vrouwen hou ik vooral van hakken. Ik vind vrouwen die uitgaan of uit eten gaan en op sneakers komen, dat vind ik, vind ik niet echt staan. Maar ja, Crocs vind ik wel echt een afknapper, dat vind ik wel verschrikkelijk. Je haren broeken met die afgezakte kont, dat vind ik ook niet echt mooi. Ja, vrouwen moeten toch hun lichaam laten zien. Vrouwen doen genoeg dingen die mensen niet weten, maar als ze dan een keer in de bladen staan aan het winkelen zijn of zo, dan zeggen ze ja, vrouwen shoppen alleen maar. Ja, ik denk dat ik meer shop als de meeste vrouwen, dus... Nee, Daniel is niet echt een voetbalvrouw. De term voetbalvrouw is gewoon heel erg oppervlakkig. Ja, trouwens wel iets wat ik wel heel erg mooi vond, maar uiteindelijk is er nu nog niet van gekomen. Maar ik denk dat in de toekomst dat we zeker nog wel een keer gaan trouwen. Ja, ik zou wel graag naar Amerika gaan. Ik denk wel dat het rondkomt, maar het is nog even afwachten.